De macro-economische indicatoren, zoals door de minister gepresenteerd, geven heel voorzichtig optimistisch aan dat er misschien daadwerkelijk een stukje rust is binnen de economie. Een importdekking van 3 tot 4 maanden, oftewel een monetaire reserve van $416 miljoen. Een stabiele wisselkoers, een dalende inflatie, een minime inkrimping van het BBP met minder dan 1% dit jaar of een heel voorzichtig optimistische groei van 0,5%. Zijn zaken die daadwerkelijk aangeven dat er wat rust is binnen de economie. Maar mevrouw de voorzitter, de staatsschuld, welke ook een macro-economische indicator is, is sinds 2014 enorm gestegen en nu nog stijgende. Geeft ook aan dat deze rust een heel fragiele is. De stijging van de staatsschuld is een sign dat er onvoldoende gewerkt is aan vooral de verhoging van de verdiencapaciteit van het land. En dat is zeker de discussie die ik heb gemist tijdens de behandeling van de begroting. Ik heb opgemerkt dat heel belangrijke zaken, ook heel belangrijke zaken en issues, zoals de gezondheidssector en onderwijs, zaken zijn die besproken zijn geworden en dat er binnen de huidige financiële situatie er naar oplossingen worden gezocht om problemen binnen deze sectoren, mevrouw de voorzitter, op te lossen. Dat zet mij weer aan het denken, voorzitter. Zullen wij de komende jaren wel in staat zijn om de gezondheidszorg en onderwijs en andere basale zaken in stand te houden als wij niet adequaat en niet effectief werken aan verhoging van de verdiencapaciteit van het land? De ruimte om te lenen volgens de wet op staatsschuld, mevrouw de voorzitter, is beperkt. En de voorziening kan nog 3 jaren mee. Niet meer dan dat, mevrouw de voorzitter. Maar waar gaan wij met dit land naartoe, naar die 3 jaren? Het is ook ons verantwoordelijkheid, mevrouw de voorzitter, om daaraan te denken. Wanneer er alleen geleend mag worden volgens artikel 3, lid 5 van de wet op staatsschuld. Ik maak mij ernstig zorgen daaromtrent. Ik zou graag van de minister van Financiën willen weten of wij een debt management plan hebben. En dit niet, mevrouw de voorzitter, ongefundeerd. Deze vraag stel ik omdat de cijfers zoals die gepresenteerd zijn aan ons door de minister van Financiën omtrent de staatsschuld aangeeft dat de staatsschuld nu reeds 82,5% van het BBP bedraagt. Het wordt zaak, mevrouw de voorzitter, dat wij ernstig gaan nadenken hoe wij de verdiencapaciteit van het land moeten verhogen. Ik heb de inkomsten van de regering geanalyseerd, samen met u en het college. Ik heb u allen gevraagd om samen met mij te kijken naar wat de realisaties zijn en zelf een schatting te maken. Dat was niet zomaar. Het was geen politiek voering, mevrouw de voorzitter. Maar op basis van cijfers een waarheidsgetrouw beeld geven van wat wij binnenhalen. Misschien geeft de realisatie van de inkomsten en de daartegenover verplichtingen ook aan waarom er geleend moest worden. Maar ik blijf erbij. We zijn bij deze begrotingsbehandeling gefaald om met elkaar te discussiëren wat wij gaan doen. Wat wij gaan doen, mevrouw de voorzitter, om ervoor te zorgen dat de verdiencapaciteit van het land toeneemt. We zijn gefaald om concreet aan te geven welke sectoren prioriteit zullen genieten en waarin wij binnen korte termijn gaan investeren. We zijn bij de positieve vooruitzichten vanuit de mijnbouwsector gebleven en van de reissector. De regering heeft in de eerste ronde niet kunnen aangeven of er foreign direct investors zijn die op korte termijn in dit land willen investeren. Ik heb dat niet gehoord, mevrouw de voorzitter. Ik heb ook gekeken naar een paar presentaties van een paar ministers en ik heb dat niet gehoord.
of er FDI's zijn die op korte termijn in dit land willen investeren. Dat is wat we op dit moment nodig hebben, mevrouw de voorzitter. Niets anders, op korte termijn FDI's. Wat mij zorgen baart, mevrouw de voorzitter, is dat wij machteloos toezien hoe ons buurland gretig gebruik maakt van de kansen die wij in dit land missen. Kansen die wij voorbij laten gaan, voorzitter. Investeerders, potentiële investeerders die hier komen om te investeren, maar die om een of andere reden dat niet kunnen doen en die gebruik maken of van de mogelijkheden die ons buurland hun aanbiedt. Ik ga u maar een voorbeeld geven, mevrouw de voorzitter. Luchthaven van Guyana die nu in aanbouw is. We hadden ook de kans. Ik laat de discussie hierbij en ik laat het aan de regering of zij me nog willen antwoorden op mijn vragen of niet. Wat ik niet schromen zal te doen is onomwonden aan de regering zeggen dat u laat bent met uw maatregelen. U bent laat. Uitgaande van wat de regering ons eerder heeft voorgehouden, hebben wij aan de regering gevraagd reeds bestaande en nieuwe maatregelen met betrekking tot inkomstenverhoging van de staat, bezuiniging van de staat, productieverhoging en sociale bescherming te continueren en of te treffen. En dit doen we niet nu, mevrouw de voorzitter. Dit doen we niet nu. We doen het al anderhalf jaar. Het doet me goed. Het doet me goed dat ook al het laat is, en ik vind dat het laat is, de regering mag van mening verschillen, dan hoor ik dat van de regering een aantal maatregelen hier in uw college heeft gepresenteerd met betrekking tot verhoging van de inkomsten. Ik hoop dat er ook een moment wordt ingebouwd waarbij wij die maatregelen uitgebreid met elkaar kunnen bediscussiëren, zodat de uitvoering daarvan een brede draagvlak hebben. De verhoging van grondhuur, afstoten van staatseigendommen, rij- en voertuigenbelasting, verdere afbouw van elektra-subsidie zijn allemaal maatregelen die wij goed met elkaar moeten bespreken. Eigenlijk zijn het maatregelen die wij al anderhalf jaar met elkaar bespreken. Laat de regering het volk ook goed voorhouden en goed uitleggen wat deze maatregelen inhoudt. Ook het afstoten van staatseigendommen en het model dat daarbij gebruikt zal worden, moet goed met elkaar besproken worden. Het moet niet in favor zijn van een paar rijken in dit land, mevrouw de voorzitter. Laat dat duidelijk gezegd worden. Rij- en voertuigenbelasting zijn wij als parlement al bezig met de voorbereiding ervan. Ik vraag via u aan de regering om bij de uitvoering van de aangekondigde maatregelen genoeg transparantie te betrachten. Niet alleen transparantie, maar ook genoeg voorlichting. Legt u, regering, via uw voorzitter, aan het parlement en zeker ook aan het volk en alle andere actoren waarom u voor die maatregelen heeft gekozen. Wat die maatregelen de staat opbrengen, volgens uw heel optimistische benadering. En wat u van plan bent met die extra opbrengsten te doen. Wat die extra opbrengsten zullen betekenen voor de huidige staatsfinanciën. En wat het traject zal zijn van uitvoering wanneer er een evaluatie van die uitvoering plaatsvindt. Ik kijk uit, mevrouw de voorzitter, naar de voorlichting en de communicatie met het volk. Ik heb het even gehad over het traject van invoering en de maatregelen dat de regering, volgens mij, mijns inziens, mevrouw de voorzitter, laat is met de invoering. Niet zomaar zeg ik dat. Mag ik van de regering weten of de aangekondigde maatregelen al zijn uitgewerkt? Heeft u het uitgewerkt? Indien niet, binnen welk termijn zal men dat doen? Wanneer denkt de regering de maatregelen door te voeren? Ik geef weer aan, ik zal de regering, voorzitter, kritisch opbouwen begeleiden.
Zodat ik heel, heel, heel voorzichtig optimistisch, van heel, heel voorzichtig optimistisch, weer optimistisch kan zijn. Laat me zo zeggen, het lid Abdul hebben gehoord. En ik moet zeggen dat hij op een heel kundige wijze, ik zou het niet zo goed als hem kunnen doen, heeft kunnen verwoorden wat de fractie denkt. Wat dus betekent dat wij als fractie, coalitiefractie, vierkant staan achter het betoog van het lid Abdul.